heb ooit al eens iets meegemaakt, een jaar of 10 geleden, met Urbanus Fobiscum. Toen had Jean Blouten ook zo een keer iets georganiseerd. En er waren ook heel veel artiesten in het Sportpaleis. Ja, amai, dat deed me ook wel iets. Was Eddie Wally daar toen ook niet bij? Nee, Wally was er niet bij. Nee. Oh, dat had gerust gemogen. Was jij bij Eddie Wally eens een keer? Ja. Nee, ik ben een keer met Eddie Wally naar het zuiden van Frankrijk geweest. Dat was zo dat programma Als God in Frankrijk. En ik moest daar voor hem koken. En dat was super plezant. Ik weet nog dat... Ik heb al dikwijls met een Eddie gelachen, maar dat is altijd... plagen is liefde vragen. De eerste keer dat ik met hem op het podium stond... Ja, ik ben al aan het afwijken. Hij zong zo met een bandopnemer. Hij zong live, maar de muziek was op zijn bandopnemer. Live on tape heet dat. En ik zat in de coulissen en hij was dan aan het zingen. Chérie! En die gasten die trokken de stroom uit. En die bandopnemer viel stil, maar dan moest hij weer... Chérie! En die was een kluts kwijt. Maar die bleef stand houden. En de tweede keer heb ik gezegd, jongens, stop daarmee. Ik treed hier niet op. Hè. Maar... Ja, ik heb de Eddie verschillende keren tegengekomen. En dat programma was ook tof. Er was geen schminkster bij of geen kleedster. Hij was daar in een zwembad gedoken. En ja, we moeten voort. Hij komt daar en zich gauw zijn kostuum aangetrokken. Hij heeft zo'n haarlak met wat zwarte kleur in. Want zijn haar, hij zag zo wat witte streepjes. Pssst. Maar dan stond hem voor de camera en zijn rug van zijn vest was volgespoten. Dat is een humorist, de Eddie.